Welkom bij de Sanne Vaassen podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Tof dat jullie vandaag luisteren naar dit interview. Vandaag is de eerste interview die ik zal gaan houden met Marieke van Altena van Mindful Cycling. Nou, ik ben altijd heel erg geïnspireerd geweest wat mindfulness met je lichaam doet, maar ook wat dit kan betekenen in de sport. Het heeft tijdens mijn blessure enorm veel geholpen. Het heeft er weer voor gezorgd dat ik contact kon maken met mijn lichaam, dat ik van mijn blessures, mijn astma af ben gekomen. En het heeft me gewoon heel veel energie gegeven. Dus kortom, ik heb er altijd heel veel aan gehad en ik hoop dat Marieke, ik weet eigenlijk wel zeker dat Marieke ons heel veel nieuwe inzichten gaat geven en wellicht handvaten gaat geven waarmee jij ook meer met mindfulness aan de slag kan gaan. Veel luisterplezier en enjoy dit interview. Marieke, welkom en fijn dat je tijd hebt gemaakt en fijn dat je in mijn interview hier bent. Maar als eerste, Marieke, wil je jezelf ons eventjes voorstellen. Wie ben jij? Nou, ik ben Marieke van Altena. Moeder van twee kinderen en getrouwd met Gert-Jan van Altena. Ik ben manager van Mindful Cycling Nederland. Ik wielren graag in mijn vrije tijd en ik loop ook graag hard. Maar fietsen is toch wel meest mijn ding. En daar ben ik dagelijks eigenlijk mee bezig. En dus dat is eigenlijk in een notendop wie ik ben. Ja, in een notendop. Heel passief. Een notendop. Hebben jullie nog een uurtje? Dan vertel ik wat meer. Maar eventjes, voordat jij bent, waar ik zelf als eerste heel erg nieuwsgierig ben. Hoe ben jij met mindfulness in aanraking gekomen? Want je bent nu manager van Mindful Cycling Nederland. Maar hoe ben je daar in aanraking mee gekomen? Ik ben mee in aanraking gekomen. Mijn man en ik hebben 8 Jack & Jones winkels. En daar heb ik eigenlijk altijd in gewerkt. Tot op een gegeven moment ik daar geen voldoening meer uit kreeg. En ik op zoek was naar iets anders. En, maar ja, wat? Die vraag hebben heel veel vrouwen van mijn leeftijd, denk ik. Zo rond de 35, 40. Van ja, wat ga je doen? En ik was echt zoekende en toen ben ik een coachopleiding gaan doen van een jaar. En vond ik hartstikke leuk, maar dat was echt voor mijn eigen ontwikkeling, want ik wilde helemaal geen coach worden. En ik heb runningtherapie gevolgd, ik denk dan word ik runningtherapeut. Dan kan ik dat combineren, het coaching met het hardlopen bijvoorbeeld. Nou, dat was ook niet zo'n succes. Niet echt. Nou, was het niet. En toen was ik in Australië op vakantie met mijn gezin. En toen zag ik een advertentie van Martijn Mensing van Mindful Run. En die zocht instructeurs. En daar heb ik me voor aangemeld. Ik denk, nou, dat ga ik gewoon doen. En dan ga ik kijken of ik iets met hardlopen of fietsen of weet ik veel wat. En toen ik die opleiding deed, vielen alle puzzelstukjes op zijn plek. En toen dacht ik, nou, dit is het. Maar ik wil dat eigenlijk op de fiets doen. En dus dat heb ik met Martijn overlegd. En toen zei hij van ja, ik kan niet en het loopgebeuren landelijk regelen. Dus wil jij dan niet het fietsgebeuren doen? En zodoende leid ik samen met Diane Schutmaat, zijn vriendin, leid ik instructeurs op. Ja. Die Mindful Cycling cursussen kunnen geven. Ja, maar even terug hè. Want jij geeft net aan dat de puzzelstukjes op elkaar, of ja, hè, dat die ineen vallen. Maar ja. Welke puzzelstukjes en waarom paste dit zo goed bij jou? Ik denk ook dat op een gegeven moment als je, dan merk ik ook aan de mensen die bij ons in de opleiding volgen of de cursus willen volgen van clinic. Iedereen is op een gegeven moment in zijn leven een beetje toe aan weer balans tussen heel veel werken, heel veel ballen in de lucht houden. Ik ben een heel erg druk baasje. Ik wil het liefst heel veel werken, heel veel dingen doen, heel veel sporten. Ik ben heel energiek. Maar daar niet moet niet herkenbaar. Hè? Ja, hè? Goh. Hadden we van elkaar nog niet begrepen. En, maar dat wil niet altijd. En helemaal niet als je twee kinderen hebt. En toen mijn man een burn-out kreeg.
toen was dat voor mij wel een signaal van ja, er is meer dan alleen maar werken en dat. En ook de combinatie natuurlijk dat ik geen voldoening daaruit uit mijn werk haalde. Vielen daar de puzzelstukjes in elkaar. Ik vind het heel leuk om met mensen te werken. En sport en buiten. Ja. Dus dat kwam allemaal bij elkaar op dat moment. Ja. Gaaf. Ja. En even voor onze luisteraars. Wat is mindfulness eigenlijk? Nou, wat is mindfulness? Wat denk jij dat mindfulness is? Want ik denk dat de meeste mensen daar een verkeerd beeld bij hebben. Want zo gauw je mindful noemt of mindfulness, dan zegt iedereen meteen, oh, dat is heel zweverig. En de grap is eigenlijk, mindfulness is dat je je bewust bent van wat je aan het doen bent, hier en nu. Dus het is eigenlijk heel down to earth. Wie ben je op dit moment en waar denk je over na? En dat kan niet, aardse kan eigenlijk niet zijn. De mensen die denken dat het zweverig is, die zijn vaak juist degene die heel ver zweven in de zitten. Ja, ja. Ja, dus dat is best wel grappig. Ja, en wij combineren dat aardse gevoel, zeg maar, de bewustwording tussen je hoofd en je hart weer, zeg maar, combineren wij met door middel van ademhaling met fietsen. Ja, gaaf. Nou, daar wil ik zo meteen meer over weten. Ook hoe ik het voor mezelf ook altijd omschrijf. Mindfulness is in het hier en nu aanwezig, zonder oordeel, accepteren wat het is en gewoon laten zijn. En ja, het gaat niet altijd even soepel. En dat is ook dan prima. Ja, en met een open blik. Wij zijn tegenwoordig we kunnen heel slecht met een open blik naar iets kijken. We hebben meestal meteen al een oordeel of we kleuren het in. En dat is menselijk, hè? Dat doe ik ook. Dat doe jij waarschijnlijk ook. En, maar het heeft me wel veel gebracht dat ik daar steeds meer op let. Ja, gaaf. En hoe kan je dat dan op de fiets toepassen? Want ik in mijn eigen coaching zie ik ook heel veel mensen die dan, fietsen. Daar heb ik mijn handen al vol aan, hard gaan, wedstrijden. Hoe doe je dat dan? Ja, wij proberen juist de andere kant op te werken. Want hard fietsen kunnen we allemaal. Of kunnen we allemaal, maar dat willen we allemaal wel. Of ver fietsen. En we houden in dit leven al zoveel ballen in de lucht. Waaronder we sport eigenlijk ook weer een enorme bal van hebben gemaakt. Is weer een prestige dingetje. En Strava, dat soort dingen helpen. Ik doe er ook aan mee. Hè. Ik ben ook een hennetje. Geef ik eerlijk toe. En ik zit ook op Strava. En ik wil het liefst ook gewoon af en toe hard koersen. Maar we zijn wel vergeten om daar een goede balans in te vinden. Want je kunt ook rustig gewoon heel relaxed fietsen. En echt eens gewoon genieten van de natuur, van de zon op je knar. Of dat. En wij combineren dat door als je bewust ademhaalt. Dus bijvoorbeeld, wij gaan uit van de neusademhaling. Als je bewust door je neus ademt. Ja, dan ben je innerlijk gewoon veel rustiger. Omdat je hartslag veel lager houdt. En dan geniet je gewoon veel meer van de intensiteit om je heen. En weet je, als je hard fietst, is dat wel eens lastig toe te passen. Ja, maar dat hoeft ook niet. Want wij zeggen niet van joh, dat kun je altijd toepassen. Als je hard fietst, dus op een hoge intensiteit traint of wat dan ook, dan kom je eigenlijk in een soort noodscenario qua ademhalen. En dan gebruik je je mondademhaling. Maar wat ik wel adviseer is, ga dan zo gauw je weer een rustig vaarwater bent, zeg maar. Ga dan weer herstellen met je neusademhaling. Want je gaat veel sneller naar je buik toe. Ja, en iedereen weet dat als je een buikademhaling hebt, dat je veel sneller je hart weer rustig krijgt. Ja. En dat is voor sporters natuurlijk ook heel erg goed. Ja, dat is heel erg belangrijk. Dat je goed uitgerust bent. Zodat je eigenlijk weer er tegenaan kan als je weer klaar bent. Of dat je weer in een wedstrijd zit. Is sowieso dat je heel belangrijk dat je herstel goed is. Daar ben ik even nieuwsgierig naar. Want hoe kunnen mensen daar dan zelf mee beginnen? Mee aan de slag gaan? Nou, ga maar eens gewoon na in het dagelijks leven. Dat zijn natuurlijk veel meer uren dat je erop kan letten dan de uren dat je sport. Dus ga maar eens gewoon voor jezelf naar, alleen al is hoe vaak je met je mond open zit, bijvoorbeeld. Of hoe vaak je ademhaalt door je mond in plaats van door je neus. Als je, dat is de kleinste bewustwording, ja.
Maar het is echt zo, ga maar eens na. En als je dat de hele dag doet, dan schrik je er eigenlijk best wel van wat, hoeveel lucht je eigenlijk naar binnen loopt te haken. Het is een gek op gratis dingen, hè. We hebben, lucht is natuurlijk, kunnen we nemen tot ons zoveel als we willen. En dat doen we dus ook, maar we denken er niet meer bij na. Het is eigenlijk zo bizar, hè, dat ademen is zo belangrijk voor ons en we zijn het maar gaan doen. En ik merk dat zelf ook als ik gestrest ben op de fiets, ook als ik, hè, dan zit je hoog qua ademhaling. Ik merk ook dat als ik een stressvolle dag heb gehad en dat als ik dan de fiets opstap, oh man, dan ben ik echt gewoon, ja, dan kom ik niet, ben ik niet vooruit te branden, ben ik meteen vermoeid. En de andere dag, dan ben ik veel meer ontspannen en dan kan ik echt vanuit die flow en fun fietsen. En dan gaat het vanzelf en dan zit mijn ademhaling goed. Dus, ja. Maar komt dat dan ook dat je gedurende de dag te hoog in je ademhaling bent gekomen, niet tot rust bent gekomen en dan op de fiets opstapt? Ja, want als jij je altijd maar door je mond ademhaalt, dan hou je je hartslag altijd heel hard, heel hoog. En het geeft gewoon stress in je lijf en daar word je ook gewoon moe van, hè. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon moe opstaan, omdat die gewoon bijvoorbeeld 's avonds sporten en daarna niet zeggen tegen hun lijf, joh, ik ben klaar met sporten, we gaan nu slapen. Dus dat hart krijgt dat seintje niet en die gaat gewoon in hetzelfde tempo door. Dus dan word je gewoon moe wakker en dan loop je een halve marathon s'nachts. Maar doe je dan zelf nog bewust tussendoor de neusademhaling toepassen zelf, om je lichaam een seintje te geven? Ja. En ik fiets ook heel veel en ik fiets heel graag in de bergen bijvoorbeeld. Nou, klimmen is gewoon best pittig als je lange klims achter elkaar hebt of veel dagen achter elkaar fietst. Ik kan dat ook. Ik kan ook niet 8 dagen achter elkaar alleen maar op neusademhaling fietsen. Dat red ik gewoon niet. Maar ik ga wel, zo gauw ik boven ben met een klim, probeer ik wel meteen weer terug te schakelen op die neusademhaling. Zo gauw het kan. En hoe lang heeft dat voor jou geduurd? Om dat echt eigen te maken, want dat is best wel een proces natuurlijk. Ja, maar met ademhalen, want ik ben best wel een snelle klimmer, denk ik. Maar met ademhalen ben ik eigenlijk altijd wel bezig geweest, omdat ik weet dat daar wel... ik ben natuurlijk niet heel groot en ik heb geen mannenbenen in de zin qua kracht. En ik ben echt van overtuigd dat mentaal en dit stuk... Dat een van de belangrijkste dingen is voor het fietsen bijna. Ja, dat weet ik wel zeker. Dan ook. Hè? Ik weet dat wel zeker. Ik heb dat meerdere malen ook al met mijn sportarts, dat ze tegen mij zeiden, Sanne, je kan beter niet gaan koersen, want je staat er helemaal niet goed voor. En ik zei, laat ik wel zien. Dan werd ik gewoon derde in een wereldbeker. Ja, maar het is mindset. Bewustwording van dingen is zo belangrijk. Ja, dat is echt super belangrijk natuurlijk, dat je bewust bent van je lichaam en ook wat je voelt in je lichaam. En daar kan die ademhaling denk ik ook heel veel voor betekenen. Het stukje ademhalen, ook in techniek, tenminste op het mountainbiken, zie ik zeg maar door dat je iets spannend vindt, ga je dus verkrampt zijn. En door maar op je ademhaling te focussen, kan je dat loslaten. Ja. Dus dat is wel een gave tool. En je kan bijvoorbeeld als je, dat zijn trucjes, hè, dat kun je niet eeuwig volhouden, want dat red je gewoon niet. Maar als je bijvoorbeeld wel een klim hebt die kort en krachtig is, ga maar eens even wat meer adem bijvoorbeeld. Dat je zorgt dat je wat meer adem in je lucht hebt, wat meer zuurstof in je lijf hebt. Ja, dan zul je zien dat je veel makkelijker naar boven gaat. Ja. En je spierkracht houdt een keer op. Simpel is het. Ik bedoel, dat weten we allemaal met fietsen. Dat je, als je heel lang op een zwaar verzet rijdt, dat je gewoon op een gegeven moment verzuurt en zere benen krijgt, dat houdt een keer op. Maar je ademhaling en je hart, dat gaat natuurlijk gewoon altijd door. Ja, klopt. En focus je dan ook op, want je ademt zuurstof in en je ademt je afvalstoffen uit, je CO2... Ga je dan ook op focussen dat je meer uithademt, omdat je op het moment in je verzuring maakt natuurlijk meer afvalstoffen aan, dat je daar iets mee doet? Nee, dat doe ik zelf niet. We denken altijd dat het alleen maar afvalstoffen zijn, maar kooldioxide is natuurlijk ook gewoon een heel belangrijk goedje in ons lijf. En
Wij denken altijd dat het zo snel mogelijk weg moet, maar dat zorgt wel voor het balans van je zuurstofgehalte in je lijf. En nee, ja, ik let daar eigenlijk zelf niet op, nee. Want, want dan ben ik ook weer te gefocust, weet je wel. Maar het moet ook niet meer schrijven. Nee, snap ik. En Marieke, want dit is natuurlijk een hele mooie oefening op de fiets om het optimale uit je sportprestatie te halen of om vanuit flow te kunnen fietsen. Mm-hmm. Maar kan deze of het mindful cycling ook toegepast worden als je bepaalde klachten hebt? Ja joh, ja. Weet je, de klachten van vandaag de dag. Iedereen kent wel iemand die een burn-out heeft gehad. Iedereen kent wel iemand die last van hartritmestoornissen heeft. Of iemand kent wel iemand die heel erg astmatisch is. En dat wordt alleen maar meer, hè? Dat hoor je steeds meer om je heen. Burn-out is echt een van de grootste boosdoeners op dit moment. En dat komt wel deels. En ik zeg niet dat alles daarmee verholpen is hoor. Want ik ben geen afgestudeerde arts of wat dan ook. Maar dat komt wel deels omdat we gewoon verkeerd ademhalen. Ja. En het is gewoon zo dat daarmee heel veel ellende bespaard kan blijven. En jij hebt zelf een dip meegemaakt in je carrière. En je weet zelf hoe belangrijk het dan is om rustig te blijven, innerlijk rustig te blijven. Ja. Als je dan ook nog hier zit in je ademhaling, ja, dan neemt alles een loopje met je. Ja. Nou ja, ik heb het zelf ook destijds ervaren. Want ik heb destijds, tijdens mijn blessure, heb ik ook heel veel aan mindfulness gehad. Ik ben het ook daarna toe gaan passen, ook in relatie met mijn sport. Mm-hmm. En ik zie het nu ook in mijn coaching. Ik ben ook een aantal mensen, die komen vaak ook bij mij, ook die tegen een burn-out aanlopen. En dan zie je ook gewoon dat in de gesprekken, dat mensen heel hoog in de ademhaling zitten. En ik zie dat zelf ook bij mezelf. Dat op het moment dat ik gehaast ben, gestrest ben of iets dergelijks, dat ik dan in één keer denk, weet je dat ik hoog in mijn ademhaling zit? Of dat ik de trap oploop en denk aan het uitpuffen ben. En denk, hoe kan dit nou? Ja, maar dat is ook zo. En dat herken je helemaal niet van jezelf op dat moment. En ik denk dat dat er zelfs wel een luisteraar is nu op Facebook die gewoon oh, er komt gewoon iemand binnen. Doeg. Dat een luisteraar op Facebook, zelfs dat er zelfs daar wel iemand dat herkent. Weet je, we zijn zo vergeten om we ademen meer dan misschien wel pakweg 25.000 keer per dag. En we denken er niet eens over na. Dat is toch raar? Ja, dat is inderdaad. Ja, ik vind het wel raar inderdaad. Er zijn wel meer dingen wat raar is, maar dat is inderdaad raar dat we er niet over nadenken. En denk dat ook al een stukje bewustwording van hoe je ademt, voor de mensen die nu luisteren, om daarmee aan de slag te gaan, van bewust ademen, dat al heel veel kan helpen natuurlijk. Gewoon te gaan voelen, wat gebeurt er in mijn lichaam? En kijk maar zo om je heen, hè. Voor degene die kinderen in hun buurt hebben. Kinderen die hebben altijd hun mond dicht. Die ademen altijd door de neus. Dieren ook. Behalve een hond dan die zijn temperatuur moet reguleren. Maar een kat zie je ook niet de halve dag zo naar adem happen. Nee. Die ademen allemaal door de neus. Alleen wij zijn op ons volwassen leven ergens de draad kwijtgeraakt. En denken daar niet meer over na. Ja. En maar dat doen we over pak een beet 97% niet meer van onze dingen die we doen. Nee. Dus we kunnen weer de draad oppakken om weer terug naar onze adem te gaan. Ja, maar ja, je zult zien, dan kom je ook in aanraking weer met je gevoel. En weet je zou maar in aanraking komen met je gevoel. Dat is even een dingetje. Ja. En ben ik even nieuwsgierig naar Marieke, want hoe doe jij zelf mindfulness toepassen in het dagelijks leven? Is dat een automatisme geworden of doe jij ook nog bewust bepaalde oefeningen? Ja, dat ligt er een beetje ook aan hoe druk ik zelf natuurlijk ben. Of ik een heel vol programma heb of niet. Want ik heb de afgelopen dagen heb ik instructeurs opgeleid. Nou, dat geeft best wel veel energie. Wel hele positieve energie. Maar je geeft best veel van jezelf. En dan merk ik wel dat ik wat slechter in slaap kom bijvoorbeeld. Ja, dan doe ik wel voordat ik ga slapen wel even een oefening. En maar goed, zoals vandaag heb ik lekker kunnen fietsen voor mezelf, even een rondje. En ik heb verder niet, ik moet straks nog wel wat werken, maar niet heel erg drukke planning. Dus dan gaat het allemaal wel wat relaxter. Ja. Het is ook, je hoeft ook niet de hele dag te mediteren. Ik bedoel, dat hoeft ook niet.
Nee. Nee, ik vind dit, voor mij, ik merk het voor mezelf ook, van op het moment dat ik het druk heb, dan is het heel fijn om het te doen. En gewoon, dat is eigenlijk wel regelmatig, moet ik zeggen, dan doe ik die oefeningen om gewoon weer terug bij mezelf te komen. Ja. Ik heb gewoon in mijn ochtendroutine zitten, dat ik gewoon met een aantal ademhalingsoefeningen begin. En dan kan ik vol energie de dag in. En dat vind ik zo fijn om te doen. En op het moment dat ik dat 's ochtends niet doe, dan ben ik gewoon meer gejaagd gedurende de dag. Dus dat vind ik altijd wel heel gaaf om dat zelf te merken. Hoeveel dat kan brengen. En ja, dat is ook zo. En het is ook hoe relaxed je gaat slapen. En ik doe 2 keer in de week doe ik 1,5 uur yoga. Oh ja, dat is fijn. Ja, en dat doe ik 's ochtends doe ik ook even een paar zonnegroeten om voor de start, weet je wel. Het is gewoon even weer... Even stretchen, even weer je ademhaling op orde. Ja. Het is heel simpel, het kost maar 5 minuten. Ja, en het is zo fijn, brengt heel veel. Ja. En daar ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik heb destijds heel veel last van astma gehad. Achteraf gezien, of tijdens mijn sportcarrière, achteraf gezien denk ik, ja, is dat ook echt astma geweest? Of is het gewoon overbelasting geweest van mijn systeem? Zo erg geweest dat ik wel meerdere malen prednisonkuren heb gehad. Met gevolg ook antibiotica kuren. Dus ik heb mijn lichaam echt totaal overbelast. Denk jij dat ik destijds, als ik hier meer bewust mee bezig zou zijn geweest. Tijdens het fietsen, maar ook in het dagelijks leven. Dat mij had geholpen? Ja, zeker wel. Dat weet ik wel zeker. En weet je, nogmaals, ik ben natuurlijk niet een arts en ik kan nooit zeggen van ja, tuurlijk, alles is hiermee in weg. Nee, helemaal niet. Maar ik weet wel, mijn collega, die heeft ook gewoon, die had altijd astma-medicijnen en die had echt goed astma. En die gebruikt niks meer, helemaal niks. Zo. Ja, dus dat ik weet zeker dat daar een heel groot gebied nog is wat gewonnen kan worden. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel een westerse maatschappij met de medicijnindustrie van dien. En dat is ook precies waarom bijvoorbeeld Mindful Run en Mindful Cycling nog steeds niet opgenomen wordt in het verzekeringspakket. Want wij besparen natuurlijk gewoon geld uit in die zin. Ja. Dat is jammer van deze maatschappij. Ja, dat is het wel. Ja, we willen allemaal op een briefje hebben. Dit is het recept waarmee jij jouw probleem oplost. Maar je gaat niet op zoek naar de oorzaak en hoe je het kan voorkomen. Dus dat is wel echt heel erg zonde. Marieke, ik heb eigenlijk nog een paar vraagjes die ik gewoon leuk wil stellen. Want we hebben al heel veel handvaten gekregen hoe wij met mindful cycling aan de slag kunnen. Neusademhaling is belangrijk. Het stukje bewustwording. Dus ik denk dat iedereen daar zelf al mee aan de slag kan gaan. Maar even ook om... dan wil ik eigenlijk iedere interview mee afsluiten. Is eigenlijk een stukje persoonlijke vragen. Dus ik heb eigenlijk 2 thema's waaruit jij kan kiezen. En welke dan... Ja. Waar je dan voor kiest. Dus okay. De eerste stelling is... Ga jij het liefst fietsen in de Alpen of in de Pyreneeën? Pyreneeën. Het liefst op de mountainbike of op de racefiets? Nou, racefiets. Dat is, ja, zeker. Liefst yoga of mindfulness? Dan toch yoga, denk ik. Ja. Waarom dat dan? Nou, ik vind bezig zijn, dat is wel een onderdeel van mij. En ik vind yoga zo'n toffe combinatie. Want je bent en met je ademhaling bezig. En eigenlijk mindfulness, want je denkt echt nergens aan op dat moment. Nee. En je bent fysiek bezig, maar zonder te veel die stress op te zoeken, zeg maar. Zonder daar weer een prestige aan te zetten of een doel of... ik vind yoga wel echt, ik had het nooit verwacht hoor. Sanne, ik had je 2 jaar geleden falikant uitgelachen als je had gezegd dat ik 2 keer in de week naar yoga zou gaan. En een vriend van mij die probeerde het al jaren om mij naar yoga te krijgen. Maar ik vind het echt heel erg tof. En waarom is het zo goed voor jou? Nou, weet je, wij wielrenners, dat weet jij zelf ook, als jij een beetje veel getraind hebt. Nou, ik loop gewoon krom de halve zomer. En, maar als je je schouders naar binnen op een gegeven moment gaat dragen, dan worden deze spieren worden korter. En je borstkas sluit je eigenlijk in, hè. En
Zo krijg je veel meer lucht. Krijg je ook veel meer lucht in je longen. Dus voor het fietsen aan zich is het gewoon veel beter. Ja. Want ik heb ook minder last van mijn rug als ik heel lang geklommen heb. Of meerdere dagen achter elkaar. Nou, dan voel ik eigenlijk niks meer. Dus de stress zeg maar, van je spieren weer langer maken. Dat is natuurlijk supergoed. Ja, dus ik heb het zelf ook heel veel gedaan. Ik merkte vooral mijn heupen. Omdat je heel vaak... Je hebt inderdaad de bovenkant. Maar ik had heel veel last van mijn benen destijds. Yeah. En door mijn heupen weer te openen met yoga, ging die energie ook naar mijn benen veel meer stromen. Mijn heupen werden soepeler, mijn billen werden soepeler. Waardoor ik ook gewoon veel meer kon fietsen. Grappig, hè? Lekkerder. Ja, heel mooi. En, Marieke, en ook daarin hè, is er ook weer gewoon... Mensen denken ook dat weer zweverig is, hè, yoga. Nee. Maar je doet power yoga nou echt eens. Dat is echt best pittig. Ja, dat is super pittig. Ga maar eens even een periode in een bepaalde houding staan. Dat is echt enorm pittig. En daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Want wat ik zelf dus doe, ik help eigenlijk mensen om hun eigen koers te varen vanuit flow en fun. En dan op het gebied van sport... De carrière en hun sociale leven. Maar ja, jij bent zegt zelf ook eigenlijk bij een druk baasje. Maar hoe zorg jij ervoor dat je ook nog gezin met je kids, dat allemaal op rolletjes loopt? Dat mindful cycling een succes is. En hoe zorg je dat nog goed voor jezelf? Ja, door zoals vanmiddag gewoon zelf te gaan fietsen. dat is hoe ik het doe. Daar blijf ik mee in balans. Ik vind sport wel heel erg belangrijk in mijn leven. Mm-hmm. En als ik heel erg druk ben en de zon gaat schijnen, dan betekent het wel dat ik vanavond dus nog wat mail moet beantwoorden. Maar goed, dat is een keuze die ik maak. En daar wordt mijn leven wel rustiger van, omdat ik gewoon even een paar uur voor mezelf weg ben gegaan. Oh, heerlijk. Dat je gewoon inderdaad voor jezelf kiest en die tijd voor jezelf vrijmaakt om lekker te gaan bewegen. Het doet zoveel goeds, hè, die beweging. En het is een luxe positie, hè. Want er zijn zat mensen die nu kijken en denken, ik moet gewoon werken overdag. En dat is natuurlijk ook zo, hè. Ik heb wel een onwijs luxe positie, dat ik dat kan doen. Ja. En dat besef ik me terdeeg, hoor. Ik bedoel, het is natuurlijk fantastisch dat de zon gaat schijnen. Zeg, jongens, yo! Ja. Mama, fietsen! Ja. Maar hoe zou je dat dan voor mensen... Hè? Want je hebt wellicht ook al eerder in een niet zo'n luxe positie gezeten. Die heb je zelf ook gecreëerd. Ja. Hoe deed je dat dan voorheen? Of toen je die mogelijkheid nu nog niet had? Hoe deed je dat toen? Ja, je kunt natuurlijk best wel... het wordt nu langer licht. Als je echt wil, kun je best wel... S'avonds weer lekker een rondje fietsen. En mensen kijken altijd vaak in wat niet mogelijk is. En dat is wel zo jammer, want je beperkt jezelf. Ik heb laatst hoorde ik nog dat Barack Obama, toen hij president was, die liep elke ochtend hard. Ja. Ik denk dat zo'n man met zo'n wereldfunctie elke ochtend hard kan lopen. Waarom kunnen wij dat dan niet inplannen? Ja. Als je iets wil, dan zet je een kruisje in je agenda. En dan loop je gewoon eerst hard. Of je moet misschien een half uur opstaan. Jij stond laatst ook super vroeg op om even een rondje te doen. Ja, het kan. Als je dat wil, dan kan dat. Ja. Geen tijd of geen prioriteit, hè? Ja, weet je, we maken andere dingen in ons leven te belangrijk. Denk ik wel eens. Mm-hmm. Dat denk ik ook wel eens. En goed voor jezelf zorgen, dan zorg je pas ook goed voor je omgeving. En dat is denk ik wel heel belangrijk dat je dat... dat is eigenlijk denk ik essentieel. Nou, denk ik wel. Het is niet voor niets dat je in een vliegtuig eerst zuurstof bij jezelf moet toedienen voordat je je kind zuurstof geeft. Als ik niet voor mezelf goed voor mezelf zorg, ben ik ook geen leuke moeder. Nee. Ik kan geen leuke moeder zijn. Dan, Zo simpel is het. Ja, dat is ook zo. Nou, Marieke, volgens mij hebben we al heel veel gedeeld. Ik weet niet of jij nog dingetjes hebt dat je zegt van dat hadden we nog moeten bespreken. Nee, ga eens kijken op de site, op mindfulcycling.nl of er eens een keer een kliniek bij je in de buurt is. En wie weet wil je wel instructeur worden, kan ook. En wanneer is de volgende opleiding? Wanneer? 15 en 16 mei. 15 en 16 mei is de volgende opleiding. Nou, wie weet komen er een aantal instructeurs bij. En ik wil je in ieder geval enorm bedanken, Marieke. Dat je jouw kennis en wijsheid hebt gedeeld.
Nou, dat was weer een enorm gaaf interview met Marieke van Altena. Ze heeft ons weer veel waardevolle tips en tricks gegeven hoe wij met mindfulness op de fiets aan de slag kunnen. Zodat we nog meer vanuit flow en fun kunnen gaan biken. Wil jij hiermee aan de slag? Ga dan eens een clinic volgen. Dat kan je bij mij doen, maar ook bij de instructeurs van Mindful Cycling. Of ben binnenkort bij het Sportief Geluk Event aanwezig. Het Mental Fitness Event waarbij ik een mountainbike clinic ga combineren met een workshop over mindset. En daarbij zullen deze oefeningen ook aan bod komen. Dus wellicht is dat iets voor jou. Nou ja, ik wil je in ieder geval enorm bedanken voor het luisteren. En ik wil je nog één ding vragen om te doen. En dat is of jij een review wil achterlaten in de iTunes Store. Zodat ik nog meer mensen mag gaan inspireren met deze interviews. Dus als je dat wil doen, enorm bedankt. En mocht jij nog vragen hebben over bepaalde thema's, stuur mij een berichtje via Facebook. Dan ga ik kijken of ik daar een nieuwe podcast over kan maken. Dankjewel voor het luisteren. Ik wil jou een fijne vervolg van de dag toewensen. Een fijne middag, avond of ochtend natuurlijk. Enjoy your day. Doei doei.